Gerard, goedemorgen. Korte toelichting. Ja, deze motie roept op om een FNV eist ondersteunen om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. En daarbij ook het sociaal minimum. Belangrijk om een strijd tegen armoede, strijd ook voor de verhoging van het hele loongebouw. Dat geeft de opwaartse druk. De Tweede Kamerfractie heeft zelf ook een voorstel in de Kamer liggen over een bescheiden verhoging. Dat is een goede eerste stap. Deze motie moet vooral niet beschouwd worden als kritiek daarop, maar meer als een perspectief van richting het volgende verkiezingsprogramma en ook de volgende periode dat we volgende stappen moeten maken. Het is erg goed dat de Tweede Kamerfractie zeg maar, deze eerste stap nu weer maakt. Ik hoop dat daar ook een politieke meerderheid voor te krijgen is. Maar deze motie probeert juist de blik nog iets verder te kijken. Op de kader van de dag die we vandaag hebben om naar de toekomst te kijken. Dus als ik daar ook mee eens ben, steun de FNV en steun de motie. Zeker. Goedemorgen ook namens de Tweede Kamerfractie. We gaan er een mooie dag van maken. En daar zijn we al een beetje mee begonnen vanmorgen al met een aantal nieuwe leden. Echt onwijs leuk om zoveel nieuwe mensen ook te zien bij onze partij. Het is 2019, het gaat met Nederland hartstikke goed. Maar kan je Nederland nou een welvarend land noemen als er bijna 1 miljoen mensen rondom of in de armoede zitten? Dat is eigenlijk, Rutte had het over zijn grootste crisis, over de stikstof. Maar dit is de grootste sociale crisis van dit land. En dat is voor de Partij van de Arbeid onacceptabel, laat dat duidelijk zijn. Daarom zijn we ook een armoede- en schuldenoffensief begonnen. We zijn 2 jaar het land doorgegaan en hebben met heel veel mensen gesproken. En onze analyse is, een van de oorzaken is dat mensen gewoon te weinig overhouden. Het wettelijk minimumloon is gewoon veel te laag. En ook de bijstand en de AOW is niet toereikend. Daarom, wij omarmen deze motie, hangen ons niet vast op die 14 euro. Maar in het verkiezingsprogramma komt er zeker een verhoging van het minimumloon en de bijstand en de AOW. Als Tweede Kamerfractie en partijbestuur Gerard Bosman zo goed weten te vinden, dan kunnen we volgens mij meteen tot stemming overgaan. U kan ook dat u gewoon zonder stemming deze motie overneemt. Dat scheelt weer.